Op het Paterswoldse meer bij Groningen zijn dit jaar de Nederlandse kampioenschappen windsurfing gehouden. Deze nog jonge watersport, die een combinatie is van surfing, zeilen en waterskiën, is in korte tijd bijzonder populair geworden. Snelheden tot 40 kilometer zijn onder gunstige omstandigheden mogelijk. Op de surfplank van 3,65 meter is de mast scharnierend gemonteerd. Deze wordt met het zeil door de giek overeind gehouden. Bewegingen van mast en giek bepalen de gewenste zeilmanoeuvres, zoals grijpen en overstag gaan. Na enkele voorselecties kwamen op het Paterswoldse meer ongeveer 40 zeilers en zeilsters in de finale. Dit is toch geen reden om zo tekeer te gaan? Als je de boeien maar een beetje ruim neemt, kom je in ieder geval niet vast te zitten in de file. Onontbeerlijk bij deze vorm van zeilen is een doorkijkhoesje. Winnaar en Nederlands kampioen op de windsurfer, die tussen twee haakjes zo'n 1500 gulden kost, werd Dirk Thijs uit Breda, die ook al eens de Europese titel behaalde.